Rover Londen. Without minding the gap. Er zit bij ons zoveel talent en ondernemerschap. Het motto van deze missie, back to business. Wat is het doel van deze missie? Wel, de essentie van deze missie is uiteraard dat bedrijven zakencontacten leggen, dat ze geïnformeerd zijn en dat ze zich beter kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie die ontstaan is na 1 januari 2021. Wat is het verschil tussen zaken doen met Vlamingen en zaken doen met Britten? Ja, zaken doen in het VK loopt prima. Het enige waar je mogelijk mee kunt, waar je tegen kunt botsen, is de interpretatie van de taal. Maar eenmaal dat je de handen in de knie hebt, is het business as usual. Voilà, de delegatie is zo net toegekomen. Vlaanderen heeft enorm veel exportproducten, maar er is toch eentje dat iedereen lust. Klingende Chocolade is een productiebedrijf gevestigd in Evergem en wij produceren chocoladeproducten zonder toegevoegde suiker en biologische fairtrade chocoladeproducten. En wij exporteren onze producten naar 44 landen wereldwijd, waaronder UK ook een belangrijke afzetmarkt is voor ons. Doorheen de jaren is er uiteraard heel veel veranderd in formaliteiten om te leveren naar UK. En zeker zijn we de laatste jaren uitgedaagd en door de Brexit. We staan nauw in contact met ons douanekantoor die bepaalde extra formaliteiten moet doen. Op het leveringsbon en factuur moeten er extra nummers worden genoteerd. En zo komen er de komende periodes nog extra dingen aan die we moeten in orde brengen. Om de 6 maanden zijn er nieuwe regels die worden ingevoerd waaraan de bedrijven moeten voldoen. En je moet als bedrijf echt veerkrachtig zijn om door te gaan en om te blijven exporteren. Het is de moeite waard om te blijven doen. We waren ook goed voorbereid. Verschillende organisaties hebben ons ook meehelpen voorbereiden, waaronder FIVIA, waaronder FIT, om ons Brexit klaar te maken. FIT was zeer goed op de hoogte van wat er te gebeuren stond. Ze hebben heel veel webinars ook gegeven, seminaries. Er was ook de Brexit veerkrachtsubsidie die heel goed van pas is gekomen om de Vlaamse bedrijven te helpen om door die Brexit-periode heen te geraken. Ook FIVIA heeft verschillende Brexit-wegwijzer informatiesessies gegeven. Voor iedereen was Brexit nieuw en exporteren naar UK was plots nieuw. Gelukkig gebeurt het in fases, maar het brengt toch heel wat met zich mee, waardoor je eigenlijk echt veerkrachtig genoeg moet blijven om de moed vol te houden, zeg maar, om te blijven exporteren, maar het loont wel de moeite. Philippe, wat hoop je uit deze missie te bereiken? We hopen eigenlijk in Oxford, Londen en Cambridge eindgebruikers te kunnen spreken en onze producten kunnen aan te bieden. De missie voor ons is geslaagd als wij als bedrijf Belucci bij een aantal goede contacten hier in Londen onze verlichting kunnen voorstellen in de projecten. We zijn aan het proberen voor meer op de industriële markt terecht te komen en dan zeker om na de Brexit, zeg maar, bepaalde relaties die toch wat zijn afgebouwd, om die terug te versterken. Iedereen die meereist met FIT krijgt zo'n paspoort met zijn eigen programma. Wat staat er bij mij op het programma? Dinsdag bijvoorbeeld, een logistieke sessie, Your Ideal Gateway to the UK. Interessant. De openingssessie is net afgelopen. Ik ben enthousiast, de deelnemers zijn enthousiast. De missie kan beginnen.